Gefeliciteerd met de aankoop van de Kanaal Digitaal Recreatieset. Controleer eerst of alle onderdelen van de set aanwezig zijn. De Kanaal Digitaal Satellietontvanger, een smartcard, de schotel, een statief, de dubbele ontvangstkop en de opvulring, haringen voor het statief, een coaxkabel met connectoren, een kompasschijf en de installatiehandleiding. Als eerste stelt u het statief op. Zorg dat u deze op een stevige en stabiele plaats zet en dat de schotel vrij zicht heeft. Trek de centrale buis zo ver naar boven dat de dwarsstangen horizontaal staan. Draai de zwarte knop van een statief stevig aan. De centrale buis van een statief moet altijd exact verticaal staan. Gebruik hiervoor een waterpas. Zet het statief vast met bijgeleverde haringen. Plaats het losse opzetstuk op het statief. De centrale buis van een statief moet tot aan de middelste ring van het opzetstuk geschoven worden. Draai de plastic moer niet te vast. Het opzetstuk moet nog kunnen draaien. Buig het lipje van de bevestigingsbeugel in de horizontale positie. Schuif de beugel over de draaibare buis van het statief en draai de moeren van de beugel vast. Plaats nu de LMB-arm in de schotel. Let op dat de nokjes van de LMB-arm goed vastklikken in de uitsparing van de schotel. Bevestig de schotel aan de bevestigingsbeugel met de twee bijgeleverde bouten en moeren. Op de achterkant van bijgeleverd kompas staat een overzicht van een aantal plaatsen in Europa met de desbetreffende gradenhoek. Kantel de schotel naar de juiste hoek en draai de moeren vast. Plaats de opvulring om de feedhoorn en draai de schroef in de LMB-houder vast. Schuif de LMB-houder in de LMB-arm. Knip de mal uit de installatiehandleiding uit en houd deze voor de LMB. Gebruik een waterpas en draai de Duo LMB tot de lijn waterpas ligt. Sluit nu de connector van de coaxkabel aan op de Duo LMB. Sluit de andere kant van de coaxkabel aan op de SAT-in-ingang aan de achterkant van de ontvanger. Sluit de ontvanger aan op uw tv door middel van een HDMI-kabel of eventueel een SCART-kabel. Plaats de smartcard in de kaartlezer met de chip vooraan en naar beneden gericht. Stop de stekker in een stopcontact. Zet de tv aan en kies het juiste AV of HDMI-kanaal. Zet de M7 satellietontvanger aan en volg de aanwijzingen op het tv-scherm. Gebruik daarbij de pijltjestoetsen en de OK-toets op de afstandsbediening. Kies vervolgens de taal en kies de zenderlijst. Heeft u een HD-zenderpakket? Kies dan voor de HD-zenderlijst. Op het scherm kunt u nu het niveau en de kwaliteit van het signaal zien. Draai de kompasschijf tot de N exact op de lijn ligt met de onderste streep. Het rode vlak wijst nu in de richting van de satelliet. Draai de schotelkop in die richting. Vraag iemand om hulp bij het uitrichten van de schotel. Draai de schotel langzaam van links naar rechts tot u het beste signaal ontvangt. Zet tenslotte de plastic moer goed vast. U ziet nu beeld op kanaal 14, BVN, en op kanaal 75, TV Gelderland. Na een aantal minuten krijgt u ook beeld op de kanalen waarop u een abonnement heeft. Fijne vakantie!